Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft strakke maatregelen aangekondigd om ongeregeldheden binnen het korps van douaniers de kop in te drukken. Vooral de misstanden bij de nieuwe haven zullen worden bestreden. Dit zei hij vandaag tijdens de bevordering van douaneambtenaren tot aspirantcommissen. Er is de laatste tijd hard gewerkt aan ordening binnen deze sector, gaf de minister aan tijdens de bevorderingsplechtigheid. Zo is er geïnvesteerd in de technologie, ICT en equipment voor de ambtenaren. En als alles goed verloopt, krijgt het korps ook een nieuw gebouw, zegt Hoefdraad. Binnen het IDB-project, waar we een mooie lening hebben, daar is onze focus op het opzetten van het nieuwe gebouw. Ik ben in de laatste fase in de discussie met Staatsolie ten aanzien van een stuk grond van het Bruinzeecomplex. Hopen dat we daaruit kunnen komen, zodat wij aan IDB kunnen zeggen, daar is het complex. De douane heeft niet altijd de beste naam in de gemeenschap. Toen ik begon, hoorde ik altijd van ja, ze klagen nooit omdat ze hun geld toch wel ergens anders maken. En denk van, ik heb er nooit aandacht aan geschonken. Voor mij was het van, we moeten jullie het gereedschap geven om je werk te kunnen doen. En dat is wat wij dus hier van u allen verwachten. Maar ik kan u zeggen dat ik praktisch elke dag word geïnformeerd over de stand van zaken op de haven. Ik heb vorige week een heel lang gesprek gehad met het Openbaar Ministerie over de aanpak van issues in het bestrijden van de criminaliteit, waarbij douane toch wel een belangrijke rol moet gaan spelen. De focus is op het jaar 2018, waarin zal worden gewerkt aan een trainingscentrum. Hoefdraad vindt dat het korps steeds bijgeschoold moet worden, omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen voordoen in deze sector. We weten dat we moeten voorkomen dat wij een blaam krijgen van een ongeorganiseerd land waar alles en iedereen zijn vrije wil mag uitoefenen, zonder rekening te houden met de regels. En als er zaken komen, u kent de kanalen waarmee er met mij wordt gecommuniceerd, maar er is niemand buiten het team die ik hier heb aangesteld, die kan zeggen van, ik heb dit in opdracht van de minister. Met uitzondering wanneer ik het aan het managementteam heb gezegd van, dit is wat er nu gaat gebeuren en ik vraag graag uw medewerking. Hierbij. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën vandaag tijdens de bevordering van douaneambtenaren tot aspirantcommissen. Het ministerie werkt eraan om in 2018 een goed geordend korps te hebben.